Goedemorgen, Ashwin. Goedemorgen. Ashwin zeg ik, hè? Geen Ashwin. Nee, Ashwin. Ashwin. Heel goed, Ja, nou, ik ben hier omdat je bent sinds een maand ben je stadsdichter van Middelburg. 1 januari, hè? Ja. Ja. En hoe voelt dat nou? Ja, niet eens zo heel veel anders. Nee, maar je bent al langer aan het schrijven en poëzie, dat doe je ook al langer. Ja, eigenlijk al, ik zou bijna zeggen mijn hele leven. In ieder geval van jongs af aan. En dus ja, schrijven doe ik eigenlijk altijd al. Dat is onderdeel van mijn leven geworden. En eigenlijk sinds de... Ik heb het altijd heel lang voor mezelf gehouden en gewoon een manier om mezelf uit te drukken. En de afgelopen jaren, ik denk de afgelopen 7-8 jaar, ben ik er zo links en rechts wat meer mee naar buiten getreden. En als je dan merkt dat mensen het ook wel aardig vinden en het wel zien zitten, dan stimuleert dat ook om dat vaker te doen. Nou ja, zo ben ik werk gaan insturen naar literaire tijdschriften, ben ik links en rechts gaan optreden met de gedichten. En zo kom je uiteindelijk een beetje in dat wereldje en gaan ze je werk ook kennen. Dus, ja, precies. Ja. En zo word je dan een keer En zo word je dan blijkbaar opeens een stadsdichter. Ja. Maar niet alleen in dienst van de gemeente, want dit is natuurlijk een aanstelling voor een jaar mogelijk te verlengen. En het is natuurlijk voor een schappelijk bedrag, zullen we zeggen, en daar word je niet rijk van. Maar daarnaast ben je ook directeur van Stichting, moet ik het goed zeggen, hè? Van Welzijn Middelburg. Welzijn Middelburg, gewoon de algemene term, ja. En jullie, het grappige is wel, of dat vind ik wel grappig, dat jullie zijn gehuisvest in de Zeeuwse Bibliotheek. Dus je zit dicht op de poëzie en de Nederlandse taal en de boekenwereld. Ja. Maar jullie zitten op de tweede verdieping, hè, dus daar, dat is je dagelijkse werk. Ja. Heeft dat raakvlakken met poëzie of valt dat mee? Nou, met het schrijven van de poëzie, het schrijven zelf niet zozeer, maar wel met onderwerpen wat mij betreft. Zeker voor een stadsdichter. Want dat is wel wat ik ga proberen te doen. Ik richt me natuurlijk op de gemeente Middelburg. En al wat daar plaatsvindt en wat ik daar zie gebeuren of wat me verwondert of waar ik leuke of minder leuke dingen zie. En dat kunnen onderwerpen zijn om over te schrijven. He, dus het is echt wel van hier. Dus de onderwerpen zijn maatschappelijk. En daarnaast heb je als stadsdichter word je ook gevraagd voor bepaalde gelegenheden om een gedicht te schrijven. Maar je kunt ook gewoon ongevraagd, daar waar ik iets moois zie, om daarover te schrijven. Ja, maar ik zag ook, volgens mij was het in de PZC een interview. En dat je zei, je bent niet een schenenschopper, dus, dus je gaat wel voor de mooie dingen die je ziet. Of zitten er ook wel eens kritische noten in? Ja, dat kan zeker ook kritisch zijn, jawel. Dus nee, datgene wat speelt in de maatschappij, dat is niet allemaal roze geur en maneschijn. Nee. Dus ik ga niet alleen maar bezingen hoe mooi Middelburg is. Nee. Dat doe ik ook, want het is natuurlijk een prachtige gemeente, prachtige stad, prachtige dorpen. Maar ja, er gebeuren ook van allerlei dingen en wat ik ook in datzelfde interview in het PCC bijvoorbeeld noemde, een van de meest boeiende dingen vind ik bijvoorbeeld de nieuwkomers die wij hier nu in de gemeente krijgen, hè? De statushouders, de asielzoekers, hoe die ook weer hun weg moeten zien te vinden hier. En dat heeft ook weer raakvlak met taal. Dus dat gaat bijvoorbeeld een van de projecten zijn die ik dit jaar ook ga oppakken, met anderstaligen iets proberen te doen. Dus dat volgt later. En dat is ook weer mooi, want in de bibliotheek doen ze natuurlijk heel veel mensen. Ja, we hebben hier het taalhuis. Ja. Ja, zeker. Dus okay. En die zin, en dat is wel fijn van de combinatie met mijn werk. Dat is wel goed dat je dat zegt. Het netwerk wat ik op dat vlak heb door mijn werk, met allerlei maatschappelijke organisaties, met datgene wat er speelt in de stad op maatschappelijk, maar ook op cultureel vlak. Hè, want de spot is ook onderdeel van Welzijn Middelburg. Ja. Ja, dat zijn prachtige lijntjes om te benutten als stadsdichter, dus dat ga ik ook doen. Ja, er zijn natuurlijk ook vaak muzikanten daar die optreden, dat is natuurlijk ook een soort poëzie allerlei vormen. Ja. Nou, superleuk. Dus inspiratie, dat is geen punt. Nee, denk het niet. Nee. Nou is de directe aanleiding niet alleen het feit dat jij stadsdichter bent geworden, maar het is ook nog een Nationale Poëziedag morgen. Ja. 27 januari. Ja, nou dat moet natuurlijk wel een beetje gevierd worden. Ja. Jij hebt er speciaal daarvoor een gedicht geschreven of had je dat al? Of? Nee, daar heb ik daar speciaal voor geschreven. Het is, want je hebt inderdaad morgen de dag van de poëzie. Je hebt de week die daarop volgt, de Poëzieweek. En dan vinden er allerlei literaire en poëtische activiteiten en projecten plaats in heel het land. En voor mij vond ik het wel een goede aanleiding om in ieder geval een gedicht over poëzie en over de stad te schrijven, dus dat heb ik daar speciaal voor gedaan. En de bibliotheek waar we nu ook zitten en die daar natuurlijk ook een rol in heeft, die gaat er ook aandacht aan besteden. Dus die komen met
ja, met wat aandacht op de dag van de poëzie rondom dit thema. Ja. Nou ja, dan heb ik mijn primeurtje. Wil je die voordragen? Dan mag ik je voor het eerst de voordragen hier. Oké. Kan dat? Ja, zeker. Zeker. Ik ken het nog niet uit mijn hoofd, dus ik lees deze vers van de pers. Oké. Stadswandeling. Er zit geen magie in zomaar zien. Ieder beeld is breekbaar. Is wat er bijna niet is. Wandel als tolk doorheen deze stad. Vertaal met iedere term een wereld, met elk wonderlijk woord een mens. Er zit geen zin in zomaar spreken. Van waarde is waar poëzie is. Dankjewel. Nou ja, dat is een mooie afsluiter. Of wil je er nog iets aan toevoegen? Nee, moet voor zichzelf spreken. Ja, keurig. Dankjewel. Super. En een mooie dag morgen. Dankjewel. Goed, bedankt.